Heeg in de Nicolaaskerke van Sint-Niek is Arnold Gras drokdwaande de squarren te bestellen. Op een gegeven ogenblik kreeg de scheuren in. En die scheuren die jouw dus de gebouw weer kans om meer te bewegen. En wat dat betreft, dit gewoon een visieuze cirkel, wordt het eigenlijk. Trouw die heren in een slimmer als je er niks aan door. En om dat zin te gaan, moet je dus nou de hele boel naast je en opnieuw vol zetten. Kun je dat samen met elke soort voegen? Of, nee, dat is wel niet. Nee, ik ben dus in een archievenduct van de nijbouw van het kerken. En daar heb ik dus de verhouding van de specie uithalen. Dus en het blijkt dus dat het een kalkspecie is die dus flexibel bloeien kan. En die is nou ook gewoon te krijgen? Nee, qua kleuren moet het uitzacht worden. Het gewelf is onder luchter als bovenin. Terug het versmeuren. Dit zijn dus de proefstikjes, weet ik dus de kleuren mooi bepalen kan. En op elk blokje stiet ik een letter. En die letter jou dus op die lijn staan, wat dus de verhouding wezen moet. Nou, dat heb ik hier op staan. Ik word het zoutprobleem in de kerk aanpakt, maar ik word dat zaltsorp heet. Dit is het spul. Het is krijkpapier maché. Deze sting, die is nog heel. Dan kun je dus zien wat het geval is van het zout. Het zout fret het gewoon aan. Drukt het steken. Nou, deze stikjes die vallen dan gewoon af. Zijn hier kun je het zout nog zitten. Zien. En wat doe je daar dan aan? Met een staalbeustel. Ja. Eigenlijk eerst het dichte zout rauw. En als daarna, als het schijn is, zet ik dus dat spul erop. Dat is het zaltzorp, wat is eigenlijk het zout uit die stingen loopt. Dit is verschrikkelijk nieuwsgierig werk natuurlijk. Ja. Alleen het heeft in je nadeel, als je het goed doet, is het net meest iets shit. Omdat je daar neer wist van binnen, werkt het gras secuur en is nog net te zissen wanneer het klaar is.